genoeg was zo? Petertje. Ja, jongen. 25 jaar en dan zo beginnen, hè? Je lekker. Moet klein beginnen, hè? Klein beginnen. Je hebt prachtig gespeeld. Ik zie je nog zitten bij juffrouw Theresa. Bij je eerste blokfluitles. Ja, inderdaad. En ik hoorde het nog terug. Je hoorde het nog ik terug? Ik hoorde het terug. Maar Petertje, we laten vanmiddag wat uit jouw geschiedenis herleven, hè? Ja. Daar had je behoefte aan. Ja, het leek me zo leuk om alles nog een keertje langs te laten komen. Om alles langs te laten komen? Ja. Nou, ze zijn gekomen, daar zitten ze allemaal. En vrienden, familie, kennissen en mensen die toch verder niks te doen hadden vanmiddag. APPLAUS. Nou, daar zet ik toch de bril even voor op. Waarom heeft men op het stadhuis dat verzwegen? Alles werd mooi volgens de ambtenaren. Maar hij had gelijk om geen uitleg te geven. Want ondanks dit houden wij van elkaar. Ik denk dat ik duizenden kilometers in de trein heb gezeten met hem. En in regionaal en minder regionaal bussen. Ik heb met hem de eer gehad om allerlei illustere restaurants en caféachtige gelegenheden in Nederland te mogen bezoeken en te verblijden met onze muziek. Oh.
Dansen, zingen, lachen, dansen. Iedereen, dat is dat.